jongens, we hebben een reanimatie. Ja. Er zit ook nog een persoon bekneld tussen een fiets. Dus 1, 2, jullie gaan starten met reanimatie. 3 en 4. En Pommerine, jullie gaan redgereedschappen installeren samen met de chauffeur. Goed mee. En dan gaan jullie dat, die persoon bevrijden, ja? Ja. Wat verstaat ons nou ook weer? Vuurarsen. Is voor iedereen plan duidelijk? Ja. Ja. 1, 2, direct reanimatie starten. Ja. Ambulance, die is onderweg. Oké, daar ligt hij. Stop je voeten. Ja. Hoi, hallo. De politie. Oké. Okay. Ik zie het tandem. De man die was hier aan het fietsen, die zijn reanimatie behoefte. 1, 2, direct reanimeren. En deze die zit hier bekneld, dus wat ik eigenlijk even zou willen... Ik heb een sms dat ik hier moest zijn. Er schijnt wat aan de hand te zijn met de reanimatie. Ik heb een idee bij me. Wil jij naar die twee jongens hier gaan reanimeren? Ja. Die zit hier met de voet, maar ik wil even dat die de fiets even, in ieder geval hier deze omgekeerd wordt. Even je helm afdoen en je jas uit. Hey, hij moet hier dan, dichtstbijzijnde bij zijn voet moet hij doorgeknipt worden. Ja. En hier moet hij tussen komen, ja? Dus kijk of dat je met je schaar hier tussen kan komen. Ja. En dan moeten we zorgen dat de voeten er tussenuit. Hoe gaat het? GM7-724. We zijn nog steeds bezig met de reanimatie. Andere persoon die is bevrijd met zijn voet. En die kan meegenomen door de ambulance dienst als die te plaatsen is over. A7-24. Weet u hoe het staat met de ambulance dienst? We zijn natuurlijk druk bezig met reanimatie. Het is nogal warm weer. Dus we zouden misschien aflossing nodig hebben over. Dat is bereikbaar, hij komt uit Utrecht, hij is nu net voor de Ironman. Nee, we hebben niet. Dus gewoon heel de kleding is hier gedoken. Okay. Vraag of de melder nog te plaats is. Ja, dat is goed. AC betrouwbare 728, weet u voor mij of de melder nog te plaats is, over? Ik ga voor u terugbellen, u hoort zo van mij. Ja, is begrepen. Meneer Mannen, ik weet niet of het een beetje hebben meegekregen. Er is door voorbijgangers is er een brandlucht gemeld. Er is geroken en ze hebben daarvoor gebeld. We gaan even een onderzoek instellen, we gaan even kijken waar die brandlucht vandaan komt. Het kan ook zijn dat het zo'n barbecue kan zijn, het kan ook. Let op die dingen. Vormt de beeldcamera mee. En dan komt alles goed. AC, bevel voor 728 over. Zeg het maar over. Goed om je heen kijken, jongens. Ja, wij zijn ter plaatse aan het begin van de closing. Wij gaan even een onderzoek instellen over. Ja, ik hoor het graag. Ja, de closing dat ligt net achter de boezemsingel, dus dat zou wel de verklaring kunnen zijn. Ja, u wilt daar een andere TF plaatsen?
Ja, graag, want maar je door rijden alleen 10 minuten aan de tijd. Kan ik de 728 oproepen? Aanrijdtijd van 10 minuten? Nee, we zitten op minuten 5. Okay. De verrot via de 728. Ja. GMC over. GMC hier de 728 over. Ja, ik weet niet of u de bericht een keer mee heeft geluisterd. De 724 stuit op een containerbrand. Bij een container in de Boezemsingel. Dat verklaart waarschijnlijk waarom u daar een brandlucht ruikt. Graag voor uw prioriteit nummer 2 naar de Boezemsingel in verband met een defecte pomp van de 724 en die kan daar uw bijstand over. Ja, dat is begrepen. Wij gaan onder prio 2 naar de boezemsingel voor een container in de brand. Over. Oké mannen, een beetje meegeluisterd. Staat de container in de brand, staat niet tegen een bebouwing, wel dichtbij een bebouwing. Daarom gaan we nu prio 1 door. We gaan gewoon proberen 7, 28, naar die container gewoon afblussen en kijken even binnen, kijken of je daar niet hebt gebrand. Ja? 724 gegeven bericht over. Ja, wij hebben in plaats van een waterverbinding gevonden. Die zit precies voor de pomp in waar de buitenbeen op zit. 728 hier de GMC over. GMC hier de 728 over. Wat is uw positie over? Wij rijden nu de boezemsingel in, wij zijn tevens te plaatsen. Ja, dat is rekening met de plaats. Nou, ik denk dat het niet aan het neer wordt. Ja, dat klopt. Dat maar hij staat nog wel dicht bij het pand. Ja, daarom willen we nog gelijk eerst over het... Ja, wat er niet ligt, daar gelijk voor. Wat er niet ligt, daar gelijk voor. Ja, dankjewel. Ik weet niet wat erin zit. Ga je een overstraatje erbij zetten? Bomline, kun jij de waterwinning opbouwen? Ja, alleen kan ik. 3-4. 3-4. Bomline bouwen de waterwinning op. Jullie gaan 2 straal hoger druk op. Container even erbij, ja? Ja. AC hier, bevel voor de 728 over. Zeg het maar. Eerste snelbericht is kleine brand over. We hebben container in de brand, we gaan deze afblussen. Oké, brand Zuid, even dit uit elkaar halen. 3-4. Jullie gaan even met die scheppen tussen, dan kunnen jullie dit goed afblussen, ja? Even uit elkaar halen. Tweede na het bericht, brandmeester. Oh ja, terug naar de kazerne. Ja? Handen jij het eraf? Ik hand het eraf.